Laat weten dat je elkaar aardig vindt. Vandaag was het startsein van de Lieve Brievenactie. En dat alles voor de bibliotheek van het Groninger Forum aan de Boteringenstraat. De stoere donoraanvoerder Jason Dorisseau liet zich van zijn zachte kant zien en overhandigde duizenden briefjes aan de gemeente Groningen. En die gaat de briefjes uitdelen, want op 16 november is het officieel de dag van de Lieve Briefjes. Gewoon zo ontzettend leuk om complimentjes te krijgen en uit te delen. Op het moment dat je een complimentje geeft, dan krijg je eigenlijk ook een complimentje, want je krijgt vaak een stralende lach. En je wordt er helemaal blij van. Ik vind het zelf altijd heel leuk om een lief briefje te krijgen. En het is toch wel anders als in het digitale tijdperk, dat je zo'n kaartje op de vensterbank of op je schoorsteenmantel hebt staan. En waar je dan af en toe langs loopt en denkt van, oh, dat is leuk, blij mee. Dus het is wat blijvender dan een opmerking of een lief mailtje. Nu hebben we ongeveer een maand, dus nu kan het overal bij de BIEB en bij de wij-vestigingen en bij overal waar je maar komt, kun je nu briefjes achterlaten. Dus ik zou zeggen, neem er zo nog een paar mee. Lief zijn kan overal. En dus zijn de briefjes op verschillende locaties te krijgen. Bij de bibliotheken zijn ze te krijgen, bij de wij-vestigingen. En we zijn bezig met allerlei afhaalpunten te verzamelen. En op de site van de Lieve Briefjes kan je vinden waar de afhaalpunten zijn, zodat je zoveel briefjes kan halen als je wil.